Zo, eindelijk. Ik heb een pakketje gekregen. En ik heb hem opgehaald. Lag inderdaad bij je servicepunt. En gelukkig heb ik nou binnen. Ik ga hem ook even openen natuurlijk. Maar voordat ik ga openen. Super tof dat je kijkt naar Gloneel Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet natuurlijk. En ik ga zo richting mijn werk toe. En ik heb lekker meiskoekje gegeten. En lekker een bakje koffie gedronken die nu eigenlijk al op is. En morgen dit denk ik vanmiddag dit allemaal opruimen. En ik ga vanmiddag ook weer ergens anders naartoe om wat op te halen. Want ik had douchekop besteld en waarschijnlijk moet ik die ophalen bij DHL Service Punt. Dus dan ga ik uit van mijn werk doen, ga ik dat doen dus. En laten we nu maar ook nog over 2 minuutjes richting mijn werk lopen. En dan ga ik lekker werken. Moet ook gebeuren. Dus, ja. En toen meteen radio vast uitzetten en dan lekker richting mijn werk. Dus laten we dan vast de radio uitzetten. En klaarmaken om naar werk toe te gaan. Ik heb natuurlijk douchekop besteld, maar ik zag een melding op mijn app. Dat ik dat hij nog bezorgdheid moest nog komen, bla 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 bla. Dus ik ben eens te kijken op DHL voor zoeken waar die is. Staat het aangegeven via DHL dat het al bij servicepunt is. Terwijl ik geen brief heb gekregen, terwijl ik geen melding op de app heb gekregen, dan vraag ik me echt af. Hoe kan dit? Hoe kan dit nou gebeuren? Ja, maar ik kom thuis ineens ook het zo donker. Maar in ieder geval donker is er oplossing voor. Om lekker deze open te gooien. Lekker weer licht. Maar ik ga nog editen. Dus gaat hij nog even dicht. En dus waar maar over de kraan gesproken, de douchekop, is in ieder geval binnen. Alleen te denken, wacht, komen we eigenlijk gelijk uit mijn werk gaan? Wacht even. Nee, dat is nog veel te vroeg. Dus ik ga eerst even naar huis, ga ik lekker even eten. Dus dat ga ik ook nu doen. Ik ga daar even eten. Nu al een bak koffie gezet. Vanochtend lekker vitamine D genomen. Dat is nou, ik probeer nu even lekker heel gezond te gaan leven eigenlijk. En wat ik ook net heb gedaan tussen onderweg dat ik naar mijn werk ging lopen, naar mijn huis ging lopen. Heb per app gedownload van gezond eten en ja, dat allemaal. Dus ja, ik wil even mijn levensstijl gaan veranderen. Om eigenlijk te eten, eigenlijk proberen zorgen in de ochtend te eten. Ik ben blij dat mijn vriendin Sanne me ondersteunt ermee. Want die probeert me ondersteunen en dan denk ik in mijn hoofd. Eigenlijk is het echt wel belangrijk. Dus ze hebben wel gedachten op springen en omgedraaid eigenlijk. Maar ja, ik ga eerst een lekker bakje koffie zetten en dan gaan we dat eerst maar even doen. En daarna gaan we even de douchekop ophalen. Zo, eindelijk. Ik heb een pakketje gekregen. Ik heb hem opgehaald. Lag inderdaad bij je servicepunt. En gelukkig heb ik nou binnen. Dan ga ik even openen natuurlijk. Maar voordat ik ga openen, ga ik eerst even mijn jas ophangen. En even mijn camera neerzetten. Want ik ben wel benieuwd, ik weet wat erin zit. Ik hoop dat het mis. Maar dat gaan we nu zien. Yes! Wat ik al dacht. Een douchekop. Dus wat gaan we nu doen? Ik ga hem even lekker in elkaar zetten. Maar eerst even openmaken, want we moeten met een mesje. Dat gaan we nu ook doen. Zo. Die is eindelijk open. Hè? Oh, eindelijk. Ik heb hem binnen. Ah. Zo. Oh. Oh. Zo.
daar gaan we natuurlijk gelijk gebruik van maken ook natuurlijk. Zo, nou, gaan we die even opzetten. Dan gaan we gelijk even testen. Wat is dat, gaan we even doen. Douche aan. Dan zetten jullie hier neer, als jullie blijven staan. En dan hebben jullie buis natuurlijk. Oh my god. Ineens, ik heb een wond gehad op mijn werk en die is nou open. Sorry voor mensen die niet tegen bloed kunnen. Maar ik kan ook niks aan doen. Zo. Ja! Hoppakee. Zo, en dan daar ga ik ook een pleister op doen. Ik zeg niet ook. Nou, ik leg hem even neer. Want ik moet echt voor mijn vingers nou doen. Oh, anders gaat het fout. En ik dacht nog, ah. Want ik wou mijn handen wassen. Namelijk. Toen bloedde het niet meer, maar nu gaat het wel weer bloeden. Zo, ik heb nu een pleister. Hoppakee. Zo, oh. Hè, die zit. Ah, en nou even nou die douchekop. Even regelen. Kaja, ga ze weg. Dat moet ook even gebeuren natuurlijk. Oké. Nou, ik wil even neer. Hop. Oh, moet ik wel de camera recht houden. Zo. Ik zit helemaal te knoeien. Dat zie ik nu al. Wacht even. Ja, ik ben ook goed gecheckt in de kraan. Hoppakee, want deze was kapot. Al is deze wat kleiner ook, maar dat vind ik even niet belangrijk namelijk. Maar omdat ik nu eindelijk nog wel kan douchen, dat vind ik veel belangrijker. Dus, eindelijk douchekop. Zo, en raar dat mijn vinger eigenlijk weer ging bloeden. Ik snap er voor geen cent. Dus, maar ja, in ieder geval, ik heb een douche. Ik kan weer normaal douchen. Dat vind ik het belangrijkste. En de repareur is geweest. Na zoveel dagen, hij zei tegen mij dat hij ziek is geweest. Hij loopt nu toevallig nu naar beneden daar zo. En je hebt hier dit gemaakt. Hier zo. Kijk, dit heeft hij iets mee gedaan. En daar ook. En als het goed is, hier ook. Maar hij moet alleen nog even drogen, zei hij. Dus dat is ook weer gefixt. Maar we zijn nu toevallig hier beneden. Hij zei al nog van, volgens mij mag ik daar niet naar beneden. Ik zeg nee. Ah, dat probeer je. Geweldig. Maar ja, anders had hij nooit hier gekomen. En ja, nou, had hij wel gekomen, maar had hij helemaal onderdoor. Ja, in ieder geval, het is in ieder geval gemaakt. Zin naar te kijken. Ah nee, dus plastic die kapot heeft. Het is ook al een schilderij kapot. Maar gelukkig was het plastic. En ja. Niet maar even lekker relaxen. En even dat op laten drogen in ieder geval. En het is in ieder geval gemaakt. Dat is het belangrijkste. Weet je wat ik eens ga doen? Ik zat lekker naar YouTube kijken. En waar ik ineens ook voorbij zie komen is de lange tijd. En vind ik heel knap van Lulu. Dat Lulu weer geüpload heeft. En dat ze heeft laten weten dat ze stopt met YouTube. Het is eigen keus als ze wil stoppen. Maar ik hoop dat het eindelijk keer. Ik heb het heel lange tijd heb ik er ook over gehad. Heel vroeger, want ik heb haar ooit gezien, zo naar super aardig meid. Maar ik vind algemeen, we kunnen op het treuren komen. Ik vind als je stom met YouTube, vind ik. Tenminste, het is ook bij iedereen verschillend natuurlijk. Maar ik vind het belangrijk om dan door te geven aan de kijkers: van ik stop ermee, ik kom verkoud pauze of wat dan ook. Dus dat wil ik even erop terugkomen. Ik zie een bericht binnenkomen. En ik dacht op het moment. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn douche lekker proberen. Of zou ik dat later in de avond? Ik ga in ieder geval de douche vandaag proberen. En zometeen ook maar even eten klaarmaken. Want ik weet al wat ik ga eten. Zo, dat is een bordje omhoog. En dat vind ik wel leuk. Zo leuk, hè? KNVB quizvraag. Dat lijkt me een keer eens leuk met hele
ik sowieso met Vincent een keer te doen. Want Vincent weet zoveel vragen en ik ben benieuwd of hij letterlijk eigenlijk alles weet. Misschien een leuke uitdaging voor Vincent. Of hij alles weet van KNVB quizvragen. De echte voetbalkenner staat erbij. En Vincent is echt een voetbalkenner, dat weet ik aan mijn hoofd. En jij, Kanja. Jij wilt denk eten. Hè? Maar kom zo, jongen. Dus ik ga dat even doen. Even Kanja eten geven. En denk eerst even eten en daarna even douchen pakken. Even kijken hoe het voelt. Laten we dat ermee doen. Ik kon het gewoon niet laten. Ik wou hem zo graag uitproberen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb net even lekker douchen gepakt. Oh, wat heb ik dat gemist. Een paar dagen zonder douchekop te hebben geleefd, om zo te zeggen. Weer eindelijk een douchekop te hebben. Zo, ik mijn haren goed doen. Zo, hè. Dus, waar ben ik daar blij mee? Ik ben echt super blij mee dat ik weer een douchekop heb. Waar ik gewoon weer normaal mee kan douchen. Wat ik ook nog ga doen is lekker pizza in de oven zetten. Dus laten we dat even doen. En dan even uit de folie halen. Zo. Laten we maar de pizza even pakken. Die in de koelkast ligt. Oh, dikke pizza. Met tonijn, natuurlijk. Dat had ik hier even verwachten. Zo. Oh. Had ik het daar trek in. Ik ben niet echt van deze pizza's, maar ik dacht, weet je, laat eens een keer proberen, doe eens een keer geks. Zijn toch in actie, Sander. Dus, laat eens maar proberen. En ik heb ook nog andere, die heb ik ook een keer eerder aangekondigd gekregen. Zo. Even kijken hoe lang die naar over moet. Ja, dan snap ik dat het één pizza is. Ligt iets onder? Nee. Oké, toch het even. Zo. 200 of 220. Voor mij heb ik hete lucht, maar dat weet ik niet 100% zeker. Daar ben ik nu aan het kijken namelijk. 16 tot met 18 minuten. Oké. Zo, dan gaan we dat even doen. 16 tot met 18 minuten. Laten we dat even doen. En ik kan ook wel vertellen tegen jullie. Ik ben natuurlijk gestopt met roken. Maar elke keer. En elke keer natuurlijk als ik stop met roken. Ga ik geld apart houden. En dan stop ik in deze spaarpot. Namelijk. Elke peuk, pakje peuken die ik toen al gehaald heb. Die ik zou halen eigenlijk. Ik kom al in deze spaarpot. En wat heb ik hier? Heb ik al 24 euro liggen. Dat zijn twee pakjes. En hier heb ik 12 euro. En zo ga ik het elke keer doen. En dan krijg ik ook goed elke keer geld voor begeleiding. En die geld ga ik voor gebruiken om elke keer in mijn spaarpot te doen. Om te kijken hoeveel geld ik voor pukken verbruikt heb. En ik zit al op 12 euro nu, tot nu toe. Want ik volg ook een app, ik heb de app ervoor gedownload. En dan zit ik op daarvan. Daarvan zit ik trouwens eigenlijk best wel heel veel. Meer dan 10 euro hoor. 17 euro. Dus nog even tientje wachten. Dan zit ik op 24 euro. Nou, ook die andere tientje eruit. En doe ik 24 euro in en dat maak ik het nog makkelijker. Zo op die manier ga ik het doen namelijk. En nu wachten we maar op lekker pizza over 17 minuten. Oh, mijn pizza is klaar. Oh, wacht. Ik heb ergens niet aan gedacht. Even kijken hoe ik dat ga fixen.
want ik moet de plank hebben, maar de plankjes zijn vies. Ja. Ja. Oké. Ik gebruik ze gewoon. Want dat denk ik om op de rol heen op te liggen. Maar ik ga dus een pizza uithalen. En dan ga ik lekker een pizza eten en dan ga ik in een stukje snijden. Oh, laten we dat even doen. Ik heb eigenlijk nooit bijna big pizza. Ik heb altijd eigenlijk eigen merk pizza. Dat vind ik veel lekkerder dan big. Namelijk, als ik eerlijk moet zijn. Dus ik ga nu de pizza snijden. Ga ik jullie even neerzetten. En dan ga ik weer die pizza snijden. Maar ik heb altijd gewoon... Als ik wil snijden. En wat ook erg lekker is, is zo gemaakt. En ik kan je ook heerlijk zeggen tegen jullie. Ik was toevallig lekker aan het douchen. Dat weten jullie natuurlijk. En toen zat ik te voelen aan mijn... Van te voelen van... Eigenlijk is het echt een keer nodig dat die eraf gaat. En denk je van, Sander, waar heb je het over wat eraf moet? Mijn baard. Ja, dat gaat wel echt irritant worden nu. Ik heb zo'n periode... Ah.